Hey Popo, come here man. Who's it on Tinder now or not? No? Okay, try. Are you married or not? No, no, zero. Zijn we onderweg voor etappe 19 alweer. We hebben eindelijk een koffietje en wat brood. En we hebben nog een verplaatsing te gaan. Tot zo. We zijn inmiddels in La Banesa. De 19e etappe. Eindelijk een vlakke etappe. En dat geeft ons wat meer de tijd om een kijkje achter de schermen te nemen bij de ploegen. We hoeven niet direct weg. In de bergetappes moet je eigenlijk vrij snel bij de startplaats vandaan zijn. Anders kom je niet meer bij de finish. Maar vandaag is het vlak. Dat geeft ons wat meer de tijd. Dus we gaan aan de bak. Lekker man! Hey, de wolf, we waren zwaar. Ja, gisteren Jan de Roe, of eergisteren Jan de Roe. En gisteren wel met deze. En dan kan je 1000 keer opgeven. Maar ja, ik wil gewoon heel graag zondag en wat de rest vind ik. Ja, dat is mijn motivatie. Zeg maar. Ja, is goed. Ja, succes gedaan. Ik heb hier handschoentjes van gisteren, ik heb ze gewassen. Oh, alleen, kijk, dat is een klein dingetje, maar dat is mooi voor aandenken. Top man, wel ja. Jammer dat je ze gewassen hebt. Ja, maar Paul is, die heeft echt een koers op jou. Dus, zij is brilliant, oké. Okay. Top man, ja, succes hè. Ja. Handschoentjes van Jan, jongens. Deze hebben vaak een plakbidon gehad, denk ik. Dat maar mij. Alle de teambussen die staan hier allemaal achter hekken. Sinds de coronatijd willen ze eigenlijk niet alle mensen er meer bij hebben. Dus nu is het alleen zo als je een accreditatie hebt en een mondkapje. Dan kun je bij die teambussen komen. En we gaan nu eens even kijken bij Marijn, als Marijn nog in de bus zit. We gaan eerst even Sebastian even vragen wat dat zegt. Vandaag weer een sprintetappe. Ja. Met Marijn. Marijn is de cols goed overgekomen. Ja, zeker. Hij heeft wat lastig gehad in de Pyreneeën. En maar de laatste dagen heeft hij goed verteerd. In principe zijn er wat snellere mannen dan hem, zeker in zo'n aankomst. Maar het is voor hem weer een mooie kans om een mooi resultaat neer te zetten. En, ja, zoals die andere dagen, er is een sprinttrein, maar die moet ook controleren met Alpecin. Ja. Dus het is wat vaak gebeurt, komen ze toch van achteruit. Dus we proberen met Marijn zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. En het ziet er ook naar uit dat hij op een goede manier deze verloop gaat finishen. Hey Popo, come here man. Come here. Come here. Did you like your picture yesterday? Yeah, it was almost beautiful, almost. Jongens, Filippo komt eraan. Gisteren hadden we een mooie Tinderfoto voor hem gemaakt. Gaan we eens even vragen wat hij ervan vindt, want hij heeft hem wel gezien. Can you prove you use it on Tinder now or not? No? Okay, try. Are you married or not? No, no, zero. Zero? Three. I will get you a girl, yeah? Like a stone, no. Ben je er klaar voor? Ben je er klaar voor? Ja, denk ik wel. Weet je, die berg is overleefd? Ik voel me wel beter dan de afgelopen dagen. Lekker man. Maar op zich doe je toch prima in die gebergte? Ja, ik was een keer ontsteking gehad en zo. En echt wel ziek geweest. Dus, ja. Eigenlijk sinds gistermiddag dat ik eigenlijk een beetje weer bezig ging. Maar vandaag staat alles in teken voor jou, toch? Lekker man. Ja, 2 dagen. Ja, dan ben je er. Dan gaan we een biertje drinken. Ja, succes vandaag man. Blijf toch niet meer. Jazeker, we willen bier drinken met jou. Ja. Hey
Paul. Ja. Wat jij gaat doen is, jij gaat de hele dag dit shirtje aan doen. De hele dag dit shirtje aan? Ja. Nee, ik hoop wel dat hij hem heeft gewassen. Ja, hij is wel gewassen. Op dit moment moeten de renners nog 25 kilometer. De kopgroep heeft nog 8 seconden. Dus alles wijst op een massasprint. Dus we gaan hopelijk Marijn van voren zien. We lopen nu de finishstraat in. Waar gaat het zo allemaal gebeuren? Paul gaat proberen wat mooie foto's te maken. Proberen. Hola! Hola! Remain. Team DSM Firmenich are there, the Ineos Grenadiers in control, and at the moment in the top 10, Caden Groves is nowhere to be seen. Ganna in perfect position, and a move up the sea. You can see the effort they have to do on the left-hand side. And there's a big crash, and several riders, the touch of wheels, and there we go, it's Caden Groves who's caught up. Caden Groves, the leader in the points classification jersey, is caught up, and today it's not going to be for him. Filippo Ganna in the wheel. Marijn was derde, man. Marijn is derde geworden. Dus... Heb je hem op een foto? Ja, dat hoop ik. Echt. Ik heb hem sowieso net, want hij moest naar dopingcontrole toe. Dan heb ik hem nog even ja, maar een foto de sprint. Gezet. Heb je de sprint op een foto? Maar ik hoop dat ik hem in de sprint heb. Maar het was nogal druk met allemaal cameramensen. En ik kreeg de hele tijd zo'n grote lens in mijn rug. Dus ik hoop dat ik hem heb. Maar we gaan het zien. Marijn die knap derde wordt en dat biedt perspectief voor de etappe in Madrid. Dus we gaan hem in de gaten houden. Morgen nog een pittig dagje door de heuvels met heel wat hoogtemeters. Dan gaan we Marijn nog even aanmoedigen en Jan natuurlijk. En dan zullen we kijken of er wat tussen zit voor Filippo Ganna. Een aantal vrouwen hebben gereageerd op Instagram en die hebben foto's gestuurd die we morgen aan Filippo Ganna laten zien. Ben jij daar nog benieuwd naar? Subscribe, duimpjes op, like en tot morgen. Tot morgen. Hasta la benja, benja. Hasta la benja. Ciao. Ciao, tot morgen. Tot morgen. Tot morgen. Deze Vuelta special wordt mede mogelijk gemaakt door Jolbo Brillen, Metek Straatmeubilair en Tiptoe, de kalknagelspecialist.